gekleurder dan een waad in de herfst. Fijner dan de sneeuw op de hoogste berg. Bruisender dan een bergriviertje in de lente. Prachtiger dan het beeld van de ondergaande horizon. Met je handen die warmer aanvoelen dan herten, gewarmd in de behagelijke zomerzon. Jij met je vruchtbaarheid, open en bloed. Rijper nog dan de sinaasappel in mijn hand. Prachtiger dan bloesems in bloei, vertederender dan een speelskatje in de ochtenddaal. Warmer is jouw land nog dan palmen in de brandende zon. Waarschijnlijker zijn jouw klimaten dan de kleuren op een lapjes deken. Maar Marokko, je bent zo vreder dan een stier met rood voor zijn ogen. Onbuigzamer dan het hardste hout. Doof als de zee die jou voor een groot deel omringt. Arroganter nog dan koningen. Afgesloten als een kluis voor vlagbeelden. Onvoorspelbaarder dan een havik in de lucht. IJziger dan het ijs op jouw bergen. Meerder dan een adder in het gras. Juist tegen diegenen die jou verdragen, voor je zorgen en van je houden. Dit Marokko ben jij. Ja, Marokko, het was echt leuk. 2 weken. Prachtig. 10 dagen nog maar. Ah, 10 dagen, carrément. Al de eerste, wanneer dat we waren in Casa, we hadden al de trein gemist om naar Rabat te gaan. Dat was zeker een vast. Ik weet niet hoe dat kwam. En voilà, ik zal Bayram de rest laten uitleggen. We waren op de, in de Sahara gegaan, in de woestijn. We waren op de dromedaris zijn met een Garat Ashrak. En dan, dat was heel goed. Daarna we zijn terug naar het hotel gegaan. We zijn naar de markt gegaan. Er waren slangen, kleine aapjes. En we gaan maar verder zeggen. De gemist hadden we de volgende genomen. Daarna zijn we in Rabat aangekomen. En daar hadden we dus kennismaking met de leerlingen uit Marokko. Daarna zijn we daar 2 nachten met hun gebleven. Dat was kei leuk en daarna moesten we afscheid nemen en zijn we zo naar Marrakesh gegaan. Ja. En we in Marrakesh, zoals je hebt gezegd, dat was een goede hotel met een kei goede mooie zwembad. En we hebben s'nachts zijn we naar een bar geweest om feesten en zo. Ja, dat was goed. Leerlingen van Rabat zijn we. De volgende dag, de tweede dag dus, naar de markt geweest. Daar hebben we een paar kleren, spullen gekocht, van alles. En het was niet gedaan, want daarna zijn we naar hun school gegaan eigenlijk. Ik weet, na de markt hebben we daarna samen voetbal gespeeld. En het was tof en goed. We hebben ons goed geamuseerd in Marokko. En als we dat mochten terug doen, zouden we dat weer terug doen. Meerdere keren. Dus, ik heb 2 keer naar Marokko kunnen gaan, mogen gaan. 1 keer met Mohamed, daar is Mohamed. Dus het was 2 jaar geleden. En 1 keer met Nizrin. Ah ja, en met Mehmet, eerste jaar ook. En dit jaar zijn zij mogen gaan. Ja, jullie? Ja. En hoe was het? Goed, heel goed. Vonden jullie dat leuk? Ja. Was het mooi weer? Ja, zeker. Mooie jongens.
Dus wij zijn eigenlijk zeker geweest, toen ik met Mohamed en Mehmet ben geweest, wij zijn zeker arme kindjes gaan helpen. En de tweede jaar ook, toen ik met Nisrin ging, was dat ook hetzelfde. We zijn de arme kindjes gaan helpen. Ze waren echt blij. Ze hebben veel cadeautjes van ons gekregen. Eten, spullen, schoolmateriaal, speelgoed. Ja, ze hebben eigenlijk van alles gekregen. Ze waren echt blij. En ze hebben ook toen die gehandicapte kinderen gaan bezoeken. Ja. Die waren heel blij toen we daar waren aangekomen. En zelfs een paar dagen daarna zijn we in de bergen gegaan. Ja. Daar bij die villa, met een zwembad villa, erin, ja. En alles. Vond ik ook wel leuk. Ja, daar stond een zwembad daarin. En we zijn 2 dagen eigenlijk blijven logeren. En ja, het was keileuk. Dus de dag dat we bij de gehandicapte kinderen zijn gaan bezoeken, hebben we schilderijen gemaakt op het muur. Om de muren natuurlijk een beetje mooier te maken, een beetje te versieren. En Mehmet. We hebben een school moeten renoveren. Degene die houtbewerking kunnen bouwen, moeten de deur renoveren. Koeltechniekers, koelinstallaties. Degene die cv werken, moesten de wc en toiletten. Of kraan moesten renoveren. Installeren. Ja. We hebben de deur. We hebben de deur. Een beetje een kleur gegeven. Ja. Verschillende kleuren opgeschilderd. We waren ook heel blij. Ik ben naar heel veel dorpen en steden geweest. Verschillende. Je zag hoe dat ze leefden bij verschillende dorpen en zo. We zijn naar de woestijn geweest, we zijn daar blijven slapen. We zijn in hotels blijven slapen met zwembaden. 2 dagen in een gezin van in Rabat. En dan ja, een veel vrijheid gekregen om te gaan winkelen en zo. De laatste dag zijn we met de leerkrachten uit geweest. Zo samen gezellig iets gaan drinken als afscheid. En het was daar heel leuk. En het is echt een ervaring om daar met de school te gaan. Want we hebben echt heel veel dingen mogen doen met de school. En de leerkrachten waren daar echt heel leuk.